Een gebruiksartikel? Zeker en vast. Heb jij mij in huis, Ada? Ook ja. Erbij. Gebruik je me dikwijls? Niet zo dikwijls. Ik gebruik het andere meer. Na gebruik werp je me dan weg of berg je me op? Nee, nee hoor. Gebruik je me in de keuken? Ik gebruik je in de keuken. Ja. Ja. Ben ik eetbaar? Nee, nee, dat zou ik niet zeggen. Dat zou ik ook niet proberen. Het zou heel lang duren. Als je me gebruikt, heb je daar plezier aan? Nee, 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 nee. Ik had het gedaan. Ja? Ja. Fred zegt ja. Ja, natuurlijk. Oh ja, maar ik bedoel dat in overdrachtelijke zin. Oh. Fred, ben ik duur? Altijd wel geweest, Rick, maar in dit geval niet. We gaan eens even kijken wat voor schot voor de boeg we hier hebben. Jean-Marie, heb je enig idee wat je bent? Zeg maar wat. Gooi maar wat. Ja. Ben ik een onderbroek? Nou ja, en dan vragen we natte maken. Nee. Ja. Ja. Ja, hij zit helemaal niet meer vast. Nee. André? Helaas. Ik weet het ook niet. Met mijn voeten? Een geurvreter? Nee. Nee. Niet goed. Maar je bent warm. Ja, ja. Doorgaan. Rick? Ben ik een bezem? Nee. 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 We gaan naar de voorwerpen. Niemand had het goed. Jammer niet. Het eerste voorwerp is voor jou. Benny gaat wel ver, hoor. Oh, deze. Ja. Ja, deze voor jou. Voor Jean-Marie. Pas met hier te maken. Ada, wat heb jij daar nog bij? Jean-Marie, je bent een stuk handiger. Je bent een stuk handiger. Ga je gang. Je hebt nog 2 minuten. Ada. Ben ik nog nat achter mijn oren? Ja, in het begin wel. Wel. In het begin, wel, in het begin ja. Ron, ben ik nog snel? Je bent heel snel. Heb ik wat met wassen te maken? Applaus. Heel goed. Ben ik een vliegtuigtoestel? Nee. Nee. Ben ik een droogzwierder? En ik moet denken, dat komen ze nooit. Gebruiken jullie dat echt, dat woord? Ja. Een droogzwierder? Ja, dat is Belgisch. Ja. Dat is Belgisch. Beter dan een droogkloot. En ik dacht... Een droogzwierder, wij hebben dat typische Hollandse woord, centrifuge. Ja. Oh, geweldig. We gaan naar het voorwerp voor André. Ja, gaar, André, komt Wendy aan. Ja. Is dat mens lenig, hè? Ongelooflijk. André, je krijgt nog een aanwijzing. Ja. Iedereen, André, maakt wel eens een slippertje. Dat zag ik. Oké, okay, André, ga je gewoon de laatste 2 minuten... Ben ik een pantoffeltje? Een? Pantoffel. Pantoffel. Ja. 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 Maar wat voor een? Ja, dat is weer. Wat voor een slipper? Je raadt het nooit. Nee, je moet hulp... Vraag, hoor, want zoek hulp in het buitenland. Oh, een pantoffel op zijn Belgisch. Hoe heet een pantoffel op zijn Belgisch? Een pantoffelheld. Een pantoffelheld? Nee. Nee. Hoe noemen jullie een pantoffel? Nee. Slof. Slof? Nee. Nee, je bent een soort pantoffel. Een soort pantoffel. Ja. Nou, een sloffie. Dat moeten zij weten. Ja, hoe heet een soort pantoffel dan bij jullie? Een sluf? Een sluf. Sluf. Sluf? Sluf. Nee. Een sluf, geen sluf. Nog nooit. Maar, je mag geen merken noemen. Hmm. Maar hoe noemen die dingen? Een oude huspuppie? Nee. Je bent niet vies van een vluggertje. Een slippertje. Nee. Snel. Een snel? Wat is een snel pantoffeltje?
Je bent een snelle pantoffel. Wat is een snelle pantoffel in België? Dan? Nooit gezien. Ik heb weer een woord wat helemaal niet bestaat. Oh. Jawel. Nee. Een Belgische pantoffel? Ja, een pantoffel. Een pantoffel. Ja. Een pantoffel. Ze worden tegenwoordig ook vaak in vrije tijd gedragen. Ja. En wij noemen het anders. Heel wij lang. Noemen het. Ja, wij noemen het anders. Een gympie? Ja, maar daar een ander woord voor. Een Belgisch woord. Even weg. Zeg dan. Een Belgisch gympie? Ja. Weet jullie het echt niet? Nee. Een gympie? Basketbalschoentjes, ik weet hoe je dat belt. Gymnastiek pantoffel? Ja. Bijna, ja. Ander woord, bijna. Een pantoffel. Ja! Bestaat dat? Ja, dat bestaat. Heb je er niet eerder op? Dat is een misverstand. Misverstand. Nee, wij zeggen gymnastiek sloeven en wij dachten dat men daar in Nederland turnpantoffels tegen. Ah, kijk, zie je? Misverstand. Dus het is woord, dus ik heb recht op de volledige punten. Ja, het is een woord. Ja, hoor. Turnpantoffel is een misverstand. Oh, maar die laatste ronde win jij toch altijd, dus dat maakt niet uit. Je krijgt iets Belgisch over je. Turnpantoffel. Nou, je had nog een paar puntjes, hoor. Goed. Rick, het laatste voorwerp is voor jou. Tadaa. Oh, wat leuk. Wat een leuke koppen schotel. Fred, heb je er nog bij? Aan jou alleen heb ik niet genoeg. Nee, ga je gang. Je laatste moet er gaan in. Fred, gebruik jij me soms? Gebeurt dat? Ik moet bekennen, zeldzaam. Zeldzaam. Net zei je dat je er nog... Maar dan ook... Ja, wordt het, ja. Als je doet, is het gedwongen. Ja, vrij wel gedwongen. Ja. Door de grote chef. Ja. Door Binnenlandse Zaken. Heeft het met de vaat te maken? Dat heeft het, ja. Ja. Ben ik wat ik al jaren ben, een vaatdoek? Ander woord. Ik vind niet dat jij een vaatdoek bent. Het zou weer een misverstand zijn, hij kent het woord niet. Ja, hij heeft het woord. Ik hoopte op enige hulp van de kapitein, maar die is niet veel nou, meer komt dan de bondscoach, maar enfin. Met je kop kun je RTL 4 ontvangen. Ja. Is groot op je. En met de rest weten voor de boulevard. Ja. Ik ben een combinatietoestel. Nee? Nee, je was zo warm. Radio. Nee. Je bent een kuisventje. Ja. Ben ik een mechanisch iets? Nee. Je bent afwas in stof, te maken. In stof gemaakt. Wat was het op hier? Wat je noemt? Ja, we hebben Antwerpen, maar daar kan ik Luxemburg niet mee ontvangen. Afwasbosteltje? Je bent cryptisch. Maar een ander woord van vaatdoek? Ja. Ander woord van vaatdoek? Vaatdoek. Tenminste, een Vlaams woord. Vaatdoek. Dat was aan het doen. Het begint... Een turndoek. Hij gaat lekker. Te laat. Hij gaat lekker. Mogen we even het Belgische woordenboek? Het begint hiermee. Ja. Nou, dat is heel makkelijk. Dat is het begin. Kopje en een schoteltje. Kopje en een schoteltje. Als ze er niet aankomen, neem je mijn turnpantoffeltje om af te doen. Wij eindigen daarmee, maar al verder is wat anders. Het begint, want je bent... Het begint... Ja. Schotel. Ja. Antenne? Schotelvot. De schotelvot. Dat was het. Schotelvot. Schotelvot. Misverstand. Dat woord, ja. Daarvan dacht ik dat het zo Vlaams was dat jullie het niet kenden. Ja. Nee. Wij zeggen nooit anders dan schotelvot. Dat is waar. Wij passen ons aan. Had het maar gezegd, want wij hebben buren die goede vrienden en die vragen. Nou, maar ze wisten het hier ook niet hoor. We liggen dichter bij elkaar dan we gedacht worden. We gaan er nog even over napraten. Kunt u even kijken naar de reclame? We zien u graag straks terug bij de laatste ronde van Wie ben ik? Tot zo. Dames en heren, stel,
kan het me echt niet voorstellen, maar stel dat u het eerste gedeelte van Wie ben ik heeft gemist, dan wil ik nog graag even onze gasten aan u voorstellen. Iedereen heeft het weer geraden daarnet. Ada Kok was namelijk... Goofie. Ron Brandsteder was namelijk... Ron, ik had ook aan. Ja. Raké was namelijk... Klik, klik. Jean-Marie Pfaff was... Ja! Jean-Marie Pfaff was... Ja! Droogspierder. Het kostte wat moeite, maar ja. Ook dat André van Duin was... Ik was een Ja! Toffeltje. Turn pantoffel. En Rick de Sadeleer was... Een Vlaamse schotelvot. Een Vlaamse... Absoluut, absoluut. Ja. Nou, dan weet u dat. We zien u hopelijk zo terug bij de laatste ronde van Wie ben ik? Dag. Leuk dat u weer kijkt. U bent terug bij Wie ben ik? We zijn toe aan de laatste ronde. Waar ben ik? Wordt gespeeld door de beide captains. Het team van Ron heeft 181 punten. Het team van André 102 punten. Dat betekent dat jij zo mag beginnen. Oh, ik ga even kijken, ja. Want ik weet niet welk verhaal ik ga vertellen vandaag. Oh ja, goed. Je weet het. Je kijkt iedere week op dezelfde bladzijde. Ja, maar dat komt omdat ze daar iedere keer die paperclips doen. Oh, oké. Ja. Goed. André, je weet het. Je mag vragen stellen. Niks. Zodra ik nee moet antwoorden op jouw vraag, gaat de beurt naar Ron. Oké. Okay. Ja? Succes, okay. Collega. Ik zou zeggen, sterkte, ja. Zet hem op. André, vraag hem maar. Ben ik buiten? Nee. Nee. Ben ik binnen? Ja. Dank je, Carolien. De beurt blijft gewoon bij mij. Ja, hoor. Totdat ik een nee heb gehad. Ja. Ja. Ben ik er alleen? Dat weet ik niet. Dat doet niet ter zake. Doet niet ter zake. Dus ik mag doorgaan. Ja. Is het in Nederland? Ja, kan. Zijn er meerdere zulke gelegenheden? Nee. Nee. Is er maar één van. Binnen in Nederland. En is er, nee, hoeft niet in Nederland. Oh, hoeft binnen. Nee. Hoeft, maar meestal wat, nee, binnen. Nee, zeg nee, het hoeft nee, niet in Nederland. Nee, ik herhaalde voor mezelf. Nee. Ik zeg binnen in Nederland. Oh, het, was geen gerichte vraak. Het was gewoon voor mezelf. Ik zei binnen in Nederland. Ik zeg tegen Jean-Marie, ik zeg je binnen in toch? Zo hoor je. Dan vraag ik, heb ik het naar mijn zin? Nee. Ik heb het er leuk. Oh, sorry. Oh, gaat ja, het gezellig. Ja, gezellig. André, nog even niet doorheen. Nee, je zou mij niet horen. Ja, hij kan hoor, je brilletje. Goed. Je bent beledigd. Gekwetst. Wie had ooit gedacht dat dit jou zou overkomen? Dus je zit binnen. Als een stuk vuil wordt ze in de hoek gegooid. Vuil, in de hoek. Het is gitzwart voor je ogen en je krijgt het echt Spaans benauwd. Heb ik een zonnebril op? Je houdt je adem in en probeert je aan de hand van de geluiden om je heen te oriënteren. Donker in een paar. De uren alleen en verlaten zetten je aan het denken. Heb je dit dan toch allemaal aan jezelf te danken? Lijkt me niet. Ja, nee, dat lijkt me niet. Je neemt je voor om nooit meer te liegen. Plotseling begint alles om je heen te trillen en je wordt heen en weer geslingerd. Nu weet je het zeker. Je bent genadeloos in de boot genomen. Ja. Zit ik in een droogspierder? Nee. Nee, want we waren bij Ron gebleven. Oh, ja, waar ben je, Ron? En wij... Ik zit met een zonnebril op in okay, een trillende raam. Zet hem op 15 seconden. 15 seconden. Het is niet in Nederland. Nee. Nee, dat kan, is al gezegd. Kan, maar heeft het niets mee te maken? Heeft het soms te maken... Ik moet uitkijken dat ik niet... Nee, je hebt gewoon 15 seconden. Maakt niet uit.
zit ik, ben ik daar niet vrijwillig? Wat hoor ik? Ben ik daar niet vrijwillig? Nee. Oh, mijn prijzen gaan van slag af. Ja. Ben ik daar niet? Nee, absoluut niet vrijwillig. Ik kan hier je daar het hele jaar door naartoe? Nee, morgen is het het meest gevaarlijke eigenlijk. Morgen? Ja. Morgen. Is het morgen soms 5 december? Zit ik in de zak van Sinterklaas? Ja! Heel goed. Niet leuk? Jawel. Wat heb je? Maar... Het is ook zo typisch dat hij dat raadt ook. Hij heeft wel eens ingezeten natuurlijk. Wat heb je bij je? Ja, André. Ik heb zulke leuke dingen. Nou, ik heb zulke leuke dingen. Ik geef ze met pijn in het hart weg. Ja, ik had ze dolgraag zelf gehouden. Wij ook. Ik denk ook dat we dat doen. Heb jij beesten? Heb je honden? Ja zeggen, ja zeggen. Heb jij beesten? Ja, veel. Mag jij hebt geen honden? Ja. Mooi. Heb jij honden? Ja. Ja, jij hebt een hond. Ja. Jij wil honden? Nee, niet? Ah, dan heb ik één prijs. Ik heb... Anders heb je de, je moet namelijk een hond hebben, anders heb je er niks aan. Want je vroeger. Ze zijn namelijk deze schatten. Oh, heel erg leuk. Ja, maar ze zijn nog niet klaar. Want het leuke is, je kan er namelijk, maar daarom heb je er ook alleen maar wat aan als je een hond hebt. Want je kan hier namelijk de lekkernijtjes voor de honden doen van die kleine snoepjes. En dan hoef je ze niet te roepen, dan doe je alleen maar zo. En dan komt hij, hè? En dan geef wat leuk, hè? Ja, enig, hè? Ja, ja, maar dat jullie gewoon hond, dus snel een hond nemen. Ja, wel een leuke prijzen. Krijgen enig, ze hè? Nou niet? Huh? Krijgen ze nou niet? Alleen mensen die een hond hebben. Ah, dus ook flauw. Je kunt er toch ook andere snoepjes in doen? Ja, maar is minder leuk. Nog geef nou. Hij doet het. Hij geeft ze toch weg. Ja hoor. Voorzichtig. Natuurlijk bedanken wij. Vooral niet vergeten, Wendy. En wij bedanken Rick de Sadeleer. Dank je. André van Duin. Oh. Bloemen. Yes. Zeg nu, moet ik die weer teruggeven weer? Jean-Marie Pap. Dank u wel. Ada Kok natuurlijk. Vruchtbare samenwerking. Ron Brandsteder. Vruchtbare samenwerking. En tot slot Fred Raquel.